Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video van mij en ook een nieuwe omgeving. Ik ben namelijk verhuisd, dus de afgelopen maand hebben jullie video's van mij gezien, maar die waren allemaal vooropgenomen. Dus ik heb eigenlijk de afgelopen 6 weken zelf niet meer gefilmd, maar mij volledig bezig gehouden met het verhuizen. En het is gebeurd, we zijn verhuisd. Dit is dus mijn nieuwe beautykamertje. Er is nogal een echo omdat er nog geen gordijnen ophangen en er ligt ook nog niks aan tapijt of zo, maar dat kan natuurlijk wel verholpen worden. Maar de achtergrond staat al een beetje. Het kan natuurlijk nog wel allemaal veranderen, wie weet. Ik ben nog niet 100% tevreden met het resultaat, maar voorlopig zal je dus dit als achtergrond gaan zien bij mijn video's. Maar dat allemaal terzijde, want jullie kijken natuurlijk niet voor al mijn uitleg, maar jullie kijken om te weten wat ik gekocht heb bij Boozy Shop. Boozy Shop is een webshop waar je dus enorm veel leuke cosmetica producten kan kopen. Voornamelijk buitenlandse merken die je in België of in Nederland moeilijker kan kopen. Dus ook ik heb mijn slag geslagen en ik heb een aantal budgetproof productjes uitgezocht om te kopen en om mezelf ook een klein beetje mee te verwennen. En uiteraard ga ik gewoon volledig delen wat ik gekocht heb. Ik heb het al eens open gedaan, want dit is de tweede keer dat ik de video opnam. Want de eerste keer was het echt totaal nog niet geslaagd en was de achtergrond en zo nog helemaal niet wat ik wou. Dus daarom dat ik hem nu opnieuw film en ik dus eigenlijk al een sneak peek. Je weet wat ik bedoel, kom. We gaan er geen rare woorden meer van maken, want het gaat toch niet meer lukken vandaag. Maar in ieder geval, ik heb dus al gepiept. Maar we gaan nu samen nogmaals bekijken wat er in mijn doosje van Boozy Shop zit. Een mooi zakje, daar komen alle producten in. Producten zijn ook nog eens individueel, de meeste producten zijn individueel nog eens verpakt in van die bubble wrap. Dat heb ik dus allemaal uitgepakt voor jullie. Het eerste wat ik kocht was een foundation. Ik heb 3 foundations in mijn mandje gestoken. Ja, je kent dat, je bent aan het webshoppen. En oh, dat wil ik en dat wil ik en dat wil ik. En op de duur is een mandje van over de 1000 euro's. Slik, dat gaat even niet door. Dus ik moest heel selectief zijn. Dus ik heb 1 foundation gekozen, een budgetproof foundation. En een foundation die toch wel op YouTube zeer veel besproken is. En dat is deze Wet n Wild Foundation. Dit is de Photo Focus Foundation. Tati, Glam Life Guru, is hier fan van. Dus als zij zegt dat een product goed is, ja, dan durf ik toch wel echt ook wel eens te gaan proberen. Dus deze foundation, de match van kleur, denk ik dat ik vrij goed gedaan heb. Ik heb hem al eens heel even geprobeerd en ik denk dat het een vrij goede kleur is. Maar ja, je moet het natuurlijk dragen vooraleer dat je kan volledig zeggen of hij geslaagd is of niet. En bij deze foundation wou ik ook graag een nieuwe concealer proberen. En dit is ook een die op YouTube wel vrij veel besproken wordt. Sommigen houden ervan, sommigen vinden hem niet zo fijn, dus ik wou hem zelf ook eens proberen. En dit is de Pro Conceal van LA Girl. Ze hadden ook nog lichtere kleurtjes en ik denk misschien dat ik toch nog een lichtere zou kunnen gebruiken. Maar ook weer, ik heb hem al een klein beetje geprobeerd en op zich werkt het wel, maar een lichtere kleur had waarschijnlijk ideaal geweest. Het volgende dat ik in mijn online mandje gestoken had, was een highlighter. En waarom deze? Omdat die mij online enorm deed denken aan de Becca highlighter in Pearl. Dus een hele witte, lichte, frosty highlighter. Dus ik zag deze online en dacht, zou deze een dupe kunnen zijn? Wie weet, wie weet. Becca highlighter in Pearl is trouwens een van mijn favorieten. Dus ik zag deze. Nu, als ik hem zo in het echt zie, is hij aan de grijzige kant. Maar ja, wie weet is het wel een hele mooie dupe. Oeh, ja. Zie je dat? Ik kan natuurlijk alleen maar zien wat ik in de camera zie. Maar, Vavavoom bling. Dit ziet er veelbelovend uit. Maar dus we moeten nog even testen om te zien of hij niet te fel is. Want ik wil ook niet helemaal overblind zijn voor overdag en zo. Maar we moeten hem dus proberen. En wie weet vind ik wel een veel goedkoper dupe dan die van Becca. En ook blush was ik in mijn mandje aan het stapelen. Maar heb ik ook tegen mezelf gezegd, Emma, 1 blush is meer dan voldoende. Dus toen ben ik ook gegaan voor de goedkoopste. Omdat ik toch niet kon kiezen, dacht ik, ja, laten we dan toch maar gaan voor de meest budgetproeven. Dat is altijd interessant.
En ik ben dus gegaan voor de LA Girl Just Blushing Blush. In een, ja, online leek het een beetje een lichtere kleur. Dus ik ben wel een beetje verrast van de, ja, donkere kleur. En het is een beetje een rode kleur en zo te zien met een gouden glitter. Niet zo direct mijn eerste idee van een blush, maar ik heb hem al geswatcht. En als je swatcht, dus als je hem even probeert, dan zie je dat het wel een overspray is. Dus dat is op zich wel goed. Ik zal hem hier even zetten voor jullie. Dus hij is wel aan de rode kant, maar hij blendt vrij goed uit. Dus je kan hem denk ik wel vrij draagbaar aanbrengen. Ik ben zeer benieuwd naar deze blush. En het is ook een vrij grote pan, zoals je kan zien. En dat vind ik altijd wel fijn. Als je dan een iets bredere borstel wilt gebruiken, kan die ook daar heel gemakkelijk ingaan. Van de wangen naar de wenkbrauwen. En ik had voor minder dan een euro een wenkbrauwpotloodje gespot. Deze is van City Colors. En het is de Duo Brow Pencil with Brush. Dus dit is, ja, de borstel. Het is gewoon een spoelietje. En de wenkbrauwpotlood. Ik had twee kleurtjes gezien. Ik had de blond gezien en ik had de light brown gezien. Ik heb uiteindelijk voor de light brown gegaan. Maar dit is voor mij niet echt light brown. Het is, ja, net iets te donker voor mij. Ook iets te warm van ondertoon. Dus dat is een beetje jammer. Ja, op zich voor een euro is het nog geen drama. Maar ik had toch beter de blond gepakt, denk ik. Dat weet ik dan weer voor volgende keer. Ook kocht ik nog een zwart oogpotloodje. Altijd handig om een budgetproof en hopelijk goed werkend oogpotloodje te vinden. Dit is van LA Girl en het is de Glide Gel Liner. En dat zijn meestal de potloodjes waar ik het meeste van hou. Van die zachte, creamy gel potloodjes die heel zwart zijn. En die, ja, ook gewoon fantastisch goed glijden op de ogen. En je ziet, dit is, ja, wat voor mij een gel-achtige oogpotlood moet doen. Ze blijven eigenlijk ook vrij goed zitten, want in mijn vorige poging tot opname moest ik hem echt eraf scrubben met heel veel zeep voordat dat hij eraf ging. Dus ik ben zeer benieuwd naar dit potloodje. En omdat ik toch nog altijd een vloeibare liner girl blijf, heb ik ook een vloeibare liner gekocht. Deze is van City Colors, de Extreme Bold Liquid Liner. Altijd fijn om een Extreme Bold Liner te hebben. Jullie weten, ik ben enorm fan van de Epic Ink Liner van NYX. Dus ik hoop, ja, ik weet niet of dat deze hem gaat vervangen. Maar ik ben altijd op zoek naar nieuwe, leuke, ja, beauty producten. Dus ik was zeer benieuwd naar deze. Het is een vrij, ja, lang kwastje. Als ik het zo zie, ja, ik denk dan, dit ziet er mij niet zo'n handig en fijn kwastje uit. Ja, het is een beetje flumsy, het is een beetje moeilijk omdat de haartjes zo lang zijn. Ook komt er hier een hele grote blob eyeliner af. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat het werkt op de ogen. Ook dat weer kunnen we alleen maar zeggen als we hem geprobeerd hebben. Nog een product dat ik hoop dat een goedkoper alternatief is voor een product dat ik al in mijn collectie heb en enorm graag heb in mijn collectie. En dat is deze Duo Fiber Mascara. Deze is van Wet n Wild. En deze zou ik graag dupen voor de NYX Duo... ja, hoe noemt die? Ik ga hem even nemen voor jullie. Ogenblik. Ja, hier zijn we weer. Ik bedoel dus deze, de Double Stacked Mascara. Deze is een... ja, een vezelmascara, een fibermascara die ik enorm fijn vind. Dus ja, ik dacht, oh, nog een fibermascara. Laten we deze ook eens proberen. Want dit is voor NYX te zijn toch ook niet zo goedkoop. Dus ik dacht, ja, wie weet vind ik wel een goedkoper alternatief. En dan kan ik dat natuurlijk ook met jullie delen, moest dat het geval zijn. Dan het leuke gedeelte, of toch, ik vind altijd het leuke gedeelte van mijn make-up is de oogschaduw. En ik kocht een aantal oogschaduwtjes van Nabla Cosmetics. Nabla Cosmetics is ook weer een onbekender merk. Het is niet super budgetproof, maar het is zeker niet duur. En ja, ik hoorde van dit product regelmatig iets van de Amerikaanse YouTuber... Nu moet het komen. En het komt niet. Grijs haar, dikwijls zo wat oranjeachtige oogschaduw. Ze draagt geen foundation. Chekisa. Zij is altijd fan van de Nabla Cosmetics blushes en oogschaduws. Ik heb me enkel beperkt tot de oogschaduws deze keer. En ik heb verschillende kleurtjes gekocht.
De eerste is een muntgroene en hier moet ik voorzichtig mee zijn, want deze heb ik laten vallen de eerste keer dat ik deze video opnam. Dus ik ga hem niet zo goed kunnen laten zien aan jullie. Maar het is dus een muntgroene kleur. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb ongeveer dezelfde kleur van NYX. Dus dit is een beetje een... Ja, op de website leek het meer een witte kleur met wat een goudige glans. Het is echt wel meer wat... Ja, muntgroen. Een hele mooie kleur, niet te verstaan. Maar ja, als je al zoiets in dezelfde kleur hebt, dan is dat meestal ja, een beetje jammer. Maar desalniettemin ja, ga ik hem wel gebruiken. Ik kan hem helaas niet meer weggeven, want ja, hij is kapot gegaan, hij is gebarsten. Ik heb hem terug in het pannetje gepropt en er met mijn duimgoed opgegaan. Ik zal hem nog eens met alcohol moeten maken. Dus ik kan hem helaas niet meer ja, wegdoen of weggeven aan iemand. Maar ik ga hem zeker wel gebruiken. Dan kocht ik nog een bruinige kleur. Hier was de kleur op de website ook iets lichter van. Ik dacht dat dit een hele mooie ja, crease kleur zou zijn. Het is een beetje donker voor een crease kleur. Trouwens, de muntgroene kleur, die was Zoe. En deze kleur die ik hier laat zien is Narciso. Narciso is dus een matte kleur, een bruine kleur. Ja, altijd handig om zo'n matte, warm, bruine kleur in je collectie te hebben. En ik wou van Nabla Cosmetics toch ook wel graag de matte oogschaduws eens proberen. En dan kocht ik nog twee paarse kleurtjes. En dit is de paarse kleur in de kleur Selfish. En dit is echt zo'n mooie duochrome kleur die echt zo verandert qua kleur. Als je hem swatcht, zie je het ook echt... Zie je wat ik bedoel? Heel erg mooi. De ondertoon van deze kleur is wel zwart of donkergrijs. Dus ik hoop dat hij ook op de ogen mooi gaat overkomen en niet te grauwig. Want dat heb ik wel al dikwijls met dat soort kleurtjes gehad. En dan de laatste Nabla Cosmetics kleur die ik gekocht heb is Moonrise. En Moonrise is een donkerdere grijze, bijna ja, zwarte kleur. Waar zal ik deze zetten? Ik zal deze hier zetten. Ook weer met een glans, ook weer zeer mooi, donker van ondertoon en ja, benieuwd of dat deze ook mooi gaat werken. Ik kocht van Red Cherry, dat zijn wimpers. Deze leken mij online wel net iets minder dramatisch dan ze daadwerkelijk zijn. Het zijn voor mij echt wel wat drag queen lashes. Maar ja, wie weet met Halloween of zo komen deze wel van pas. En dit zijn de lashes in de serie kleur, wat is het? Wellington is eigenlijk de naam van deze wimpers. Ik heb nog twee lipproducten om af te sluiten. Het eerste is van LA Girl en het is een matte flat finish pigment gloss. Heel rare naam, want eerst zeg je mat en dan zeg je gloss. Wat is het nu, mat of gloss? En deze heb ik eigenlijk enkel en alleen voor de naam gekocht, want deze noemt Fleur. En zoals jullie misschien wel weten, mijn dochtertje noemt Fleur. Dus voor mij een zeer, ja, toch wel specialere naam. En ik vond ook de kleur wel zeer mooi. Zeer benieuwd naar deze kleur. Het is zo wat een bruinige, ja, roze-oranje kleur. Peachy-achtig. Nude-achtig. Ja, ik ben weer fantastisch goed in mijn beschrijvingen, zoals je hoort. Maar zeer benieuwd naar deze. En dan de volgende dat ik kocht was van LA Splash. En kijk, zo mooi die verpakking is. Zo met, ja, ik ga het niet te dicht houden, want dan kan je niet zoveel zien. Mooi met diamantjes en roze. Maar wacht tot je de tube ziet die erin komt. Want daarom heb ik mij ook een beetje gekocht. Oh, sucker for magic packaging. Yes, I am. Dit is echt zo'n prinsessenglosje. Het is een gloss eigenlijk. Ja, dit is de LA Splash. Hier staat het. Simply Angelic Diamond Lip Gloss. En ik heb de kleur Ephreal. En ja, dit is... Ik vind het gewoon een hele mooie verpakking, kijk. Met zo van boven een kroontje, een diamantje. Het diamantje ziet er wel een beetje cheap uit, maar de rest van de verpakking, ik weet niet waarom, het doet mij een beetje denken aan Charlotte Tilbury. Waarschijnlijk de rose gold verpakking, metallic. Ook de vele hoekjes aan het product maken mij wat denken aan Charlotte Tilbury. Het ziet er duurder uit dan hij was. Dit was nu niet de meest goedkope gloss, maar ja, ik vond ook de kleuren mooi. Ze hebben enorm veel andere kleurtjes. En dit is zo een heel gepigmenteerde, ja, dikke lipgloss. En ik vond de kleur ook wel heel erg mooi. Ik zal de andere gloss ook nog even swatchen. Of de andere, wat is het daar, liquid lipstick. Deze, die zit ik hiernaast, dus je ziet duidelijk het verschil nu. Hè. Dit is de Fleur en dit is de Ephreal.
Zo, en dit was alles wat in mijn bestelling van Boozy Shop zat. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik ga deze productjes natuurlijk ook testen. Misschien wel op video. Misschien maak ik zo wel één video met alle productjes hierin dat ik ze dan probeer en aanbreng. Of ik kan ook verschillende reviews doen. Ik weet niet wat jullie het liefste hebben. Laat het mij maar weten hieronder of dat je liever een aparte video ziet of allemaal samen. Het kan wel zijn dat ik dat al opgenomen heb wanneer deze video online komt. Oké, laat het me sowieso maar weten, misschien voor een volgende keer of zo. In ieder geval bedank ik jullie voor het kijken naar deze video en abonneer op mijn kanaal moest je dat nog niet gedaan hebben. En ik zie jullie graag terug op woensdag en op zondag voor een nieuwe video van mij. Tot dan, dag!